Welkom bij de Matthäuspassie. Koor en combo Laudate Dominum staan klaar om u het verhaal van de laatste dagen van Jezus in muziek te vertellen. Een verhaal over liefde en lijden. Over passie dus. Een verhaal dat start in ons eigen leven. Een leven waarin liefde en lijden dicht bij elkaar liggen. Ga maar na. In lijden leer je wie je werkelijk lief hebt. Een verlies aan liefde geeft hartverscheurend lijden. Zo is ons leven doortrokken van liefde en doordrenkt door het gebrek eraan. En steekt lijden keer op keer de kop op. In wat we elkaar aandoen. In het gebrek dat we ervaren in armoede en gemis. In ons lichamelijk lijden door mishandeling, uitbuiting, misbruik en door tal van ziekten die ons lijf en onze geest slopen. Ons leven wordt gekenmerkt door liefde en lijden. En van dat laatste meer lijkt het wel. Wat is er waar van die boodschap dat liefde overwint, als ons leven hoe dan ook uiteindelijk uitmondt in de dood? Wat is ons perspectief, ons uitzicht, ons voorland? Wij kunnen niet verder kijken dan het einde van ons leven. Waar zou het zijn? Thank you.
dit leven van liefde en lijden start het verhaal van Jezus. Hoe anders kon God een uitzicht bieden voorbij de dood als hij niet ons leven leefde? Zo'n uitzicht bieden vraagt dat hij naast ons staat, bij ons woont, in ons midden geboren wordt. Ruim 2000 jaar geleden waren het twee jonge mensen die ouders werden van Jezus. Maria wist wat haar ging overkomen. Jozef wist niet wat hem overkwam. Hij werd de ontvangende pleegvader. Maria de moeder van een kind met een bijzondere herkomst. Een kind met een dubbel paspoort. Van God en van mensen. Een kind dat leerde van de woorden uit de Bijbel die klonken in de tempel. Een kind dat ermee volwassen werd en zelf die woorden ging spreken. Woorden, woorden en nog eens woorden. Woorden van vlees en bloed. Bloed dat moest gaan vloeien. Daar vroegen zijn woorden om. Blijf niet alleen bij woorden. Jezus' woorden brengen iets teweeg. En ze zetten mensen in beweging. Als de mensen horen dat Jezus ook naar Jeruzalem komt om het Joodse paasfeest te vieren, onthalen ze hem feestelijk, als een koning. Ze zwaaien met palmtakken en leggen kleden op de weg voor de koning die op een ezel aangereden komt. Ondanks deze nederige houding wordt Jezus als een bedreiging ervaren. Verraad ligt op de loer. Maar eerst het Joodse paasfeest. De paastafel wordt zingend gedekt voor de sedermaaltijd. Die herinnert aan de vlucht uit Egypte. Met haastig gebakken lam, de matzes en de bittere kruiden. De wijn en het brood uit de maaltijd zijn de symbolen geworden van het avondmaal dat Jezus deze dag instelde.
symbolen die nu vooruitwijzen naar wat er nog gaat komen. Zijn lichaam dat gebroken wordt en zijn bloed dat vergoten wordt. Aan het begin van de maaltijd stelt een kind traditiegetrouw zijn vraag aan de vader: waarom is deze nacht anders dan andere nachten? En inderdaad is deze nacht anders dan andere nachten. Wat kan Jezus zeggen bij de maaltijd over bevrijding en nieuw leven als er verraad op de loer ligt? De leerlingen kijken verschrikt om zich heen. Ik toch niet? Zo'n gruwelijke daad? Maar kunnen ze hier buiten blijven? Jezus gaat naar Gethsemane en bidt daar om een uitweg. Hij is zo bang dat hij het uitroept: laat die beker aan mij voorbij gaan. En tegelijkertijd geeft hij zich over aan wat er gebeuren gaat. Eerst moest hij zich overgeven aan de Romeinen. Hij wordt gearresteerd nadat hij is geïdentificeerd door zijn eigen vriend Judas met een kus. Jezus wordt meegenomen naar de Hoge Raad, waar hij wordt beschuldigd van hoogverraad. Jezus verdedigt zich niet.
Ook Petrus wordt ondervraagd, maar dan door de slavinnen van de hoge priester. Ze herkennen hem als vriend van Jezus. En dan gebeurt het ondenkbare. Wat Petrus voor onmogelijk hield, doet hij. Hij verloochent Jezus en zegt Jezus niet te kennen. Als hij zich dat realiseert, komt dat als een zweepslag bij Petrus aan. Judas heeft het omgekeerde gedaan. Hij heeft laten blijken dat hij Jezus kent, met alle gevolgen van dien.
Simon Petrus en Judas horen allebei bij de 12. Ze zijn broeders. Onder de volgelingen van Jezus zijn er sindsdien altijd Petrussen en Judassen geweest. Een Petrus is iemand die het voor onmogelijk houdt dat hij Jezus niet kent. Een Judas is iemand die juist wanhopig graag Jezus wil leren kennen, maar geen grip op hem krijgt. In zijn wanhoop wordt zijn verraad Judas te machtig. Thank you.
Judas, de man die wanhopig graag Jezus wilde kennen, maar hem verraden, staat dichter bij Jezus dan diegenen die het voor onmogelijk houden dat ze hem niet kennen. Judas houdt door te sterven onbedoeld zijn woord aan Jezus. Ook al moet ik met je sterven, ik laat je nooit in de steek. Het eerste slachtoffer van Goede Vrijdag is gevallen. Jezus wordt intussen veroordeeld. De schare stemt met de veroordeling in. Jezus wordt op zijn lange lijdensweg bespot. De massa wordt hierin betrokken, doet mee en is daardoor medeverantwoordelijk. Uiteindelijk komt Golgotha in zicht. Er staan 3 kruisen op deze bergtop in de tijd. Jezus wordt als middelste gekruisigd. Niet als verbindende schakel tussen hemel en aarde, maar als verbinding tussen mensen die hun kruis dragen.
Slechts nog de heilige plicht Jezus te begraven. Jezus wordt in zijn graf gelegd en rust gegund op deze Sabbat, de rustdag. Jezus rust op zijn plek totdat de morgen aanbreekt.
Maar die morgen lijkt nog zo ver weg. Zou de rust van deze Sabbat een heilzame werking kunnen hebben? Alleen de twee Maria's komen nog aan het woord. Zij hebben het laatste woord. Als mannen optreden, wordt er meteen bloed, zweet en tranen. Als vrouwen op het toneel verschijnen, volgen ze Jezus tot bij het kruis. Zij stellen zich tegenover het graf op als toekomstige getuigen van de opstanding. Vragenderwijs zingen ze elkaar moed in. Totdat hij hen wakker maakt. Zover is het nog niet. Maar je kunt er wel alvast van dromen.